Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb vandaag een nieuwe video. Nee, ik ben helemaal niet gesponsord door dit. Blur dit alsjeblieft, blur dit. Maar het was tandpasta, poets je tanden. Mensen, ik heb dus gehoord dat op het moment dat je vandaag abonneert op mijn kanaal, maar ook echt vandaag, dat je morgen overstraalt loopt en dan vind je deze. Een eurotje. Kijk, waarom zou je dan niet abonneren? Een gratis eurotje. Ik wil ook DM's zien in mijn Instagram. Dat mensen inderdaad ook zeggen van, hé, Koen, ik heb een euro gevonden. En dan doe je gewoon alsof het mijn euro is. Maar dat is gewoon je eigen euro. Maar abonneer mijn kanaal, dat ging het eigenlijk om. Vandaag gaan we laten zien dat ik toch wel de drafkoning ben. Raoul zat laatst een beetje stoer te doen van, je bent geen drafkoning, je bent slecht. Klopt. Dat is wel waar. Maar niet zo slecht als Raoul doet bedenken. Danken. Maar mijn vorige drafvideo vond ik echt leuk. Alleen was ik heel slecht. Ja, echt heel slecht. Oh, want dan had ik deze man namelijk, die Gix. Nou, die kon er echt helemaal niks van. Dan heb ik deze Figo toevallig gebruikt zelf. Die kan er ook helemaal niks van. Die is zo slecht. Die is echt zo slecht. Zo slecht. Dus we gaan voor Hazard. Hazardje, jawel. Hazardje, prima. Heb ik nog niet gebruikt deze FIFA. Maakt geen reet uit. Ja, Messi is heel goed. Messi is heel goed. Doe maar hier maar Suarez of zo. Ja, of niet. Ja, hier hebben we allemaal niet zoveel aan. Ja, gaan we over Mertens. We hebben een lange aanval van 1,75 meter, 1,69 meter. En voor mij is Messi ook 1,69. 1,70. Dus onze aanval is gemiddeld 1,72. Dat is niet zo lang. Dat is net iets langer dan Rob. Rob is echt klein. We hebben hier Frenkie de Jong. Ja, Pogba. Maar ja, daar hebben we niks aan. En Frenkie de Jong wel. Dus dan nemen we even lekker Frenkie de Jong. En die trouwens goed is dit spel, heb ik gehoord. Hij is goed. Hij is fijn. Een Vidalletje voor de chemistry. En dan hebben we hier niemand minder dan hoppelepop, hoppelepop, hoppelepop. Helemaal niemand. Dit draf is in ieder geval een stuk beter dan de draf die ik toen... Ja, wat zeg ik ook? Waarom praat ik al voor mijn beurt? Koen, hou je mond gewoon. Hou gewoon even vervelende smoel dicht. Even serieus. Ja, irritant gepraat. Langley, die is echt goed. Laat nergens om. Die is echt goed dit spel. Die is echt heel goed. Oeh, hier hebben we helemaal niks aan. Jori, leuke kaart. Alisson, ook leuk. We gaan voor Jori en dan hopen dat we hier Varaan krijgen. Hé, ik heb tactieken in mijn hoofd, jongens. Kijk, die krijgen we niet. Haha, dus zijn we nu echt gewoon de Sjaak. Helemaal in de aap gelogeerd. Ik heb oprecht een goed team. Wat de heck? Waarom heb ik een goed team? Waar slaat het op? Zomer heb ik een goed team. Nou, dat is nog Poppa. Oh, Son. Ja, ik wil echt Son. Want die kan ik zeker goed gebruiken als supersub. Want Son is echt heel erg goed. Neymar. Oh, mijn god. Wat een team. Neymar is zo goed ook. Ik ga ook zeker voor Neymar. Neymar is zo goed, jongens. Ik zag dat ik Jordi Alba had. Maar ik moet gewoon Neymar kiezen. Ik kan niet anders. Ik kan echt niet anders. Dit is dan weer jammer. Laten we hopen dat we nog even een goede linksback krijgen. Ik heb nu eigenlijk een beetje spijt dat ik niet voor dingetje ga. Oh, jee. Yeah. Dit zijn geüpgraded stats. Dit. Die kaart is helemaal niet goed. Dit staat nergens op. Wat een slechte kaart. Nou. Als wissel wel oké, okay, maar ik dacht, die zijn allemaal heel goed. Ja, niet vier. Ik wij gewoon vier, die vinden het zo slecht. Jongen. Ja, wie moet ik hier gaan? Ja, ik ga voor Mane. Super sub Mane. Laten we kijken, als je nu nog een linksback straks even zou fijn zijn. Dit is natuurlijk helemaal niks. Dit is heel slecht. Alsjeblieft, linksback. Oh, Griezmann. Oké, okay, is niet verkeerd. Ja, dat is gewoon goed voor de chemistry, dus daar gaan we maar voor. Ja, Griezmann gaan we voor. Boom. Hoppakee. Kroosje. Dit vind ik heel lekker, want Kroosje kan perfect hier. Jawel, Kroosje. Lekker hoor. Helemaal niks mis mee. We hebben echt een goed team. William Carvalho. Ik heb gewoon te veel goede spelers. Carvalho kan erin. Hoppakee, voor hem. We hebben echt een wereldteam, joh. Ik zweer het je. Als ik hier niet de draf mee win. Oh, Trippier. Die kan dan op mijn linksbackpositie. Hoppakee. Past niet helemaal, maar prima. Goed genoeg. En we hebben nog Ruben Blanco. Oké, dan zetten we Son zeker even hierheen. En Neymar zetten we zeker hierheen. En wil ik ook graag nog Dele Alli. Ook even hier naartoe. Ik heb een team, is niet normaal, hè? Boom! 188! Valt me nog tegen. Ik dacht hoger was. Die kunnen we straks wel wisselen, maar ik denk dat ik gewoon oprecht hiermee ga spelen. Want ik heb oprecht het gevoel dat dit is mijn draft, jongens. Dit is echt mijn draft. Dit is mijn draft. Dit is mijn draft. Dit is mijn draft. We hebben een 188 draft. Hoppakeetje. Laten we gaan. Laten we starten. Laten we lekker beginnen. Lekker beginnen. Lekker beginnen. Lekker beginnen. Hoppakeetje. Lekkere hoppakeetjes. Dit is mijn tegenstandse team. Ha! Wat slecht! 80, ik heb wat... Wat slecht! Wat is echt slecht! Mensen, doe een like. Doe een like als je een team slecht vindt. Oh! Dit wordt echt een easy win. Dit wordt echt... Ik word gewoon zielig hoe hard dit een easy win gaat worden. Hoppakee. Daar gaan we al namelijk. Met, hoe heet deze vent? Kappa. Kappa. Heerlijk. Oh, wat een actie. Hoppakee. Op Griezmann. In één keer door. Op. Wie is dat? Hazard. Die raakt hem kwijt. Dat is dan wel weer jammer. Messi. Finesse shot. 1-0. Hoppakee. Was geen finesse shot, maar hij schiet er wel fantastisch binnen. Dan staan we 1-0 voor. Na 2 minuten. Dit is mijn draft, mensen. Dit is mijn draft. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik bewijs dat ik de koning ben. Ik bewijs dat ik de koning ben. Ik ben de koning. Waarom doe ik zo raar? Doe even niet scoren. Nee. Goed gekiept. Die heb je. Oh, nee. Hè? Links. Oh, nee. Nee. Ja, maar hoe... Ja, weet je. Ga je naar links, ga je naar rechts. Weet je, links, rechts, weet je wel. Ja, voor het weet, tegen goal. Ja, weet je. Dat gewoon. Kom op, Frenkie. Kom op. Hop. Lekker. En dan precies door mijn benen. Ah, leg hem aan zijn voet. Oh, ik kan niet tegen. Oh, ben nog rustig. Kom daar dan rustig. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Ik wil iedereen spelen met die screamkaart. Dit zijn echt van die spelen, die zijn gewoon niet beter voor mij. Die screamkaarten. Die zijn gewoon even slecht. Zo'n Trippier. Die speelt echt niet alsof hij nu beter is of zo. Goed, Hazard. Goed. Nee, nee, nee. En waarom is er nou niemand? Kom voor Carvalho. Oh, ja, goed. Goed. Hazard. Scoren. Goal. Ja, natuurlijk. 2-2. Kom op. We staan 2-2, mensen. De spanning is om te snijden. Ho.
Dit is triest. Goed, goed. Hazard, ren. En dan terug en naar voren. En niemand heeft het door. Hij heeft het ook niet door. Dan gaan we naar binnen alsnog. En dan ben ik de bal kwijt. Maar wel corner. Ha, halve goal, jongens. Daar komt die. Nog een corner. En we hadden net al een halve goal. Dus nu, je weet het, hè. Hele goal. Hazard, schiet maar. Oh, ja. Ja, maar deze pot ga ik gewoon winnen. Nee, maar zonder twijfel. Even serieus. Kan ik niet verliezen, want ik ben echt veel beter. Ja, zo is het gewoon. Kijk, Carlin, kan je... Ah. Hazard. Boom. Jawel. 3-2. Kom op. Lekker. Het was Messi. Die lijken ook zo ongelooflijk op elkaar. Maakt niet uit. Ik dacht al, wat schiet Hazard ongelooflijk goed met zijn links. Maar dat het Messi was, verklaart wel iets. Boom. Ah, die Griezmann. Had hij erin geschoten. Dan was de tegenstander klaar mee geweest. Die gedacht van, jezus, deze gast is echt veel te goed voor mij. Wat ook zeker waar is. Korte hoek. Boom. Hazard. Wereldman. Ga je nog lieven? Nee? Jammer. Dat is ieder voor hem trouwens. Want hij kwam dus tegen mij. Ik ben normaal gesproken heel slecht. Maar ja, ik ben nu dus echt zwaar in vorm. Dus hier, kijk. Pieter voor bij rust. Dit zijn ongekende. Dit is ongekend. Frenkie, goed. Op Messi. Oh, en het is een penalty, jawel. Ik draai fantastisch weg. Ja. Dat is een pingel. Ja. Hier word je toch triest van. Hier word je toch helemaal triest van. Ik ben zo slecht in pingels dit jaar. Echt bizar. Heeft iemand al een timed shot gedaan dit jaar? Ik nog niet namelijk. Dat is een beetje te doen eigenlijk. Ga het zo proberen, jongens. Ja, kijk. Dit potje kan natuurlijk dingen proberen. Maar ja, ik ben zo erg veel beter dan deze gast. Ja, dat is buitenspel. Ja, dank u. Hè? Hoe kan dit? Hier kan ik ook niks aan doen. Weet die Lorenzo Pellegrini. Oh, groen getimed. Zag je dat, mens? Nou, zo moet het dus. Beetje skills van Koen. Ja, overtraining, dank u. Dan gaan we even die fantastische glitchbeer proberen. Die gaat vast werken. Ik doe gewoon mijn alle hard, want ik heb scheid. Boom! Hij zit! Hé? Hij zit gewoon! Ik denk, wat gebeurt hier? Nee! Ik score hem gewoon. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. De eerste keer dat ik hem score met die glitch. Wat een wereldgoal. Als we even eerlijk zijn. Hè? Wat een wereldgoal. Nee. Ja, dit is toch wel tijd voor een zaag. Ah, hij trampt hem. Nee, niet. Hij scoort hem wel. Daar hebben we respect voor. Waarom heb ik respect voor? Het staat 5-4. Kom op, kopje erbij. Respect voor je tegenstander. Gadverdamme. Ik weet toch geen vrouw over? Nee. Doortikken. Niet op hem, maar wel op hem. Als ik hem dan ook niet trampen. Uit respect. En ik schiet hem dan tegen de keeper aan. Leuk, terwijl ik hem wel mijn goede been schiet, maar maakt niet uit. Hazard, goed. Hangen, dat is een goal. Tuurlijk. 6-4, geen enkel probleem. Hazardje, lekker. Oh, die is lekker deze. Deze is echt goed hoor. Deze is echt lekker. Ja, rood, maakt mij het uit. Tot eraf. Dank u. Op naar de tweede ronde. Dit is mijn volgende tegenstander team. niet heel slecht. Nee. Dan gaan we weer. We zijn er klaar voor. Hoppa. Hoppakee. Tripje. Daar gaat hij weer. Jawel. Hop. Oh. Ja. Hij is er langs. Hij is er door. Ja, dat is een goal. Ah, dat is jammer. Nee. Ah, staan we al 1-0 achter. Het is fantastisch. Het is absoluut fantastisch. Het spel is goed. Het is leuk. Koen, het is leuk. Ja, ik ben erover uit, mensen. Het spel is leuk. Oh, wat een bal. Kroos schiet op. Kroos, ja. Ja, Kroosie, lekker man. God, wat goed zeg. Tot die 75 p's, hè, wat weer het verschil maakt. Wat heerlijk. Kroosie, lekker. Dit vind ik lekker. Nee. Maar hoe kan dit nou? Het komt er 1 keer doorheen, het is weer een goal. Het is echt... Ah, je zit hem ook goed binnen, maar zomaar is je er door ineens. Kom op. Ah, gewoon boef, man. En zo naar de street. Nee, daar gaan we weer. En ik... Nee, oh mijn god. Houd mijn keeper een keer wat. Oh. Nou, goed dan, zie je. Ah, net niet. En dan gaat hij aanvallen en elke aanval van hem is een goal tot nu toe. Hoe? Waarom kom ik hier niet tussen? Lekker. Pak hem. Goed. Ik heb eindelijk een bal afgepakt. Nice. Oh nee, dat draait hij goed weg. Dit is niet normaal. Deze gaat er 4 schoten, 4 goals. Het is echt niet normaal. Hoe kan dit nou? Ja, en dan leg hem af en dan is het rustig 4-2 voor rust. Dat vind ik heel lekker. Want dan heb je toch nog hoop. Dit was toch echt weer Hazard, dacht ik. Maar het is blijkbaar weer Messi. Oké, maar ik ga wel een kleine wissel plegen. Namelijk, Carvalho gaat eruit. En Neymar komt erin. En Griezmann gaat er ook uit. En daarvoor komt Superson. Ja, onze super Japanees. Ja. Daar komt Messi. En Messi mist het niet. En Messi mist het wel. Want zij liep volgens mij met zijn keeper. Dit is een goede bal van Trippier. Dit is een hele goede bal van Trippier. Neymar is er langs. Neymar geeft voor. Neymar zet voor. En dan staat er toevallig Marcelo. Marcelo staat er met zijn Ronaldinho haar in dit spel. Neymar, goal, 3-4, jawel. Neymar Junior, jawel, kom op. Son, doe het. Son, nee, pak die keeper hem weer. Dat kan toch niet. Oh, wat een dramatische ballen zeg. Het kan nog. Nee, John Stones. Nee, waarom fluit je schijt? Nee, John Stones. Wat krijgen we voor lekkere pakketjes? Laten we eens even zien. Dat zijn een 15 capex en 2 5 capex. Kijk, jongens, die kleine hier, het schoot niet weer, hè? Dus we gaan even kijken of hier wat in zit. Nee. En absoluut niet. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later, mensen.
shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.